Gezond, lokaal en duurzaam voedsel. Steeds meer mensen kiezen bewust voor het eten uit hun directe omgeving. Zowel consumenten, winkels als restaurants. Om het deze partijen wat makkelijker te maken om aan lokaal voedsel te komen, maar ook om boeren een platform te geven om hun producten aan te bieden, is dit weekend de website De Streek op Tafel gelanceerd. De wijngaard van de Plak in Groesbeek stond deze zondag vol met marktkraampjes. Brood, honing, speciaal bier, het was er allemaal te vinden. En allemaal lokaal geproduceerd in het Rijk van Nijmegen. Om zo'n markt altijd tot je beschikking te hebben, is nu de website De Streek op Tafel gelanceerd. 3, 2, 1, go! Ja, De Streek op Tafel, dat is een platform dat een netwerk van lokale boeren, telers, makers, maar ook restaurants samenbrengt. En al deze ondernemers werken samen aan een prachtig en duurzaam voedsellandschap. En een van de kenmerken van deze groep is dat ze duurzaam telen. En De Streek op Tafel verbindt eigenlijk dat netwerk aan de inwoners ook uit deze regio. Al 3 jaar geleden kwam uit een inventarisatie van de gemeente Nijmegen naar voren dat er behoefte was aan een dergelijk platform. Er was behoefte aan meer zichtbaarheid, beter kunnen vinden wat mensen nodig hebben aan lokaal voedsel. En op basis daarvan was het idee van nou, we dienen dat platform te realiseren. Het is een middel om die community te versterken en ook om die participatie in de community te vergemakkelijken. En ondanks dat het een lokaal concept is, is de animo nu al groot. Op dit moment staan er 90 initiatieven op het platform. Dit betreft regio Rijk van Nijmegen. En we zijn net gestart, dus dit is maar een startmoment. En er volgt nog veel meer. Dus als u over een jaartje terugkomt, dan denk ik dat er wel zo'n 200 voedselinitiatieven te vinden zijn. Want over één ding zijn ze het allemaal eens. Samen sta je sterker. Ik denk dat als je de handen ineen weet te slaan, dat je dan mooie stappen kunt zetten. En dat het dus juist vanuit een inclusie en niet vanuit een uitsluiting gezamenlijk toe kunt werken naar een verduurzaming van ons voedsellandschap. Het platform is te vinden via de streekoptafel.nl.